Road to Zandvoort wordt mede mogelijk gemaakt door Fuel for Fans, de officiële kleding en merchandise Formule 1 store van Nederland. Ja, gaat de Dutch Grand Prix door? Dat is een vraag die ons op dit moment allemaal bezighoudt eigenlijk. Klopt, want naast Australië, Bahrein en Vietnam zou de organisatie de race in ons kikkerlandje nog best wel eens kunnen afblazen. Ja, klopt. En met die kennis, die vraag, gingen wij het circuit op in Zandvoort uiteraard en kwamen daar Blake Mullen tegen. FOM heeft natuurlijk en de FIA, en wie van de twee is, daar heb ik te weinig info voor. Maar die hebben natuurlijk te lang gewacht met Australië. Als je weken van tevoren al weet, in Bahrein daar is geen publiek. En zelfs met de vraag moet het wel doorgaan. En dan totaal niet reageren op dat van wat gaan we die week ervoor doen in Australië. De mensen staan in de rij en zeggen ze, ja sorry, we doen het hek niet open. Nou, dat is niet helemaal netjes, denk ik. Dat kunnen ze nu niet doen, want ik ben geen promotor van de Grand Prix hier. Ik ben alleen maar huurder van het circuit. Maar ik weet dat ze hier in april weer tribunes gaan bouwen. Dan moeten ze wel beslist hebben of het wel of niet doorgaat, want anders ga je die tribunes voor niks bouwen. En datzelfde geldt drie weken later voor Monaco. Monaco, ik was daar vorige week. Daar gingen ze al de eerste aanstaltes maken om de baan te verbouwen. Er werken honderden mensen. Die werken 7 weken keihard om het voor elkaar te krijgen. En als je die gebouwen ziet die ze daar bouwen, het lijken wel permanente gebouwen. Dus als dat niet doorgaat, dan staan ze dat voor niets te bouwen. Dus zij moeten nu eigenlijk wel een uitslag geven. Jongens, we doen het wel of we doen het niet. En dat is denk ik voor de FIA en de FOM verschrikkelijk moeilijk. En zeker de FOM, dat is een heel commercieel clubje. Die denken alleen maar in geld verdienen. Dus dat die het zouden stoppen is nog wel een ding. Die doen het niet graag. Hè. Waarschijnlijk heeft het daardoor in Australië ook zo lang geduurd. Maar wat is nou eigenlijk de achtergrond? Is hij überhaupt nog actief in de sport nu? Ja, en hoe zat het met de Formule 1 toen vergeleken met nu? Want ja, waren er toen ook al zoveel Nederlandse fans? Waren de auto's heel erg anders? Ja, qua media, iedereen zit er nu bovenop, omdat ja, alles wordt afgelast. Dus je hebt overal meldingen. Ja, het is allemaal op social media. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat toen zat. Men denkt dat het toen ook heel eenvoudig was om ergens in te komen. Ook toen was Formule 1 best wel een moeilijk bereikbaar plekje. Het was toen ook heel gevaarlijk. Hè? Dat waren eigenlijk de grootste dingen. Het gevaar dat lag elke bocht op de loer. En dat is nu natuurlijk allemaal verbeterd. In de loop der jaren zijn de circuits beter geworden. De auto's zijn vele malen beter en veiliger. Dus dat waren wel de dingen. Ik stond met mensen zo te praten. En die waren 5 minuten later waren die dood. Dus dat was altijd wel een moeilijk ding. En je realiseerde dat best ook wel. Hè. Ik zat best wel eens in het vliegtuig en dacht ik, ja, vlieg ik wel weer terug maandag. We hebben in Nederland heel veel goede coureurs. Hè, die winnen races en die doen van alles. En ja, er wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan geschonken. We zien talloze rijders die uiteindelijk scoren en die krijgen geen publiciteit. Dus dat is wel een beetje het nadeel wat er gaande is, maar in de breedte hebben we natuurlijk enorm gescoord, want Max is een soort nieuwe Johan Cruijff geworden. En mensen die zich nooit interesseerden voor de autosport, die zitten nu ineens aan de beeldbuis gekluisterd. En of komen kaartjes hier op Zandvoort. Maar dit is op een hele nette manier een modern circuit geworden. Het is geen Abu Dhabi of een circuit wat je allemaal ziet met alleen maar groen. De grootste catastrofe vind ik uiteindelijk Paul Ricard. Het lijkt net een computerspelletje als je in de auto zit. Dus het heeft nog wel ook die element van gebruik. Ja, absoluut. Het is helemaal top. Hulde aan de hele circuitdirectie en alle mensen die daaraan geholpen hebben. Ja, en dat was hem dan weer een gloednieuwe Road to Zandvoort aflevering. De volgende aflevering, die gaat heel erg speciaal zijn. Daar binnenkort nog veel meer over op dit YouTube-kanaal. Ja, dus zorg daarom ook even dat je abonneert. En eventjes dat belletje hieronder even aanvinkt. Want dan krijg je meteen een melding als wij weer gepost hebben. Nou, klopt. Ja. Doei. Doeg. Hoi. Jij zegt al hoi. Oh, dat klopt. Super veel social media.
Ik ben benieuwd. We gaan hem even vragen. Michael tegen. Michael Schumacher. Op dit moment. Ja. Ja, ik zie je. Zeg maar niet zo. Nee, ik ga niet. Road to Zandvoort werd mede mogelijk gemaakt door Fuel for Fans. De officiële kleding en merchandise Formule 1 store van Nederland.